kabinet had 78 zetels. Daar zijn ze er 34 van kwijtgeraakt. Dat is toch een brevet van onvermogen? Ewald Engelen, niet alleen de auteur van Boze Burgers en Boeren, maar ook financieel geograaf, in die hoedanigheid ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Vast columnist en auteur bij Groene Amsterdammer. En ja, eigenzinnig denker en referent voor hoofdzakelijk linkse partijen, denk ik. Ja. En goed dat je er bent. Je bedoelt criticus van linkse partijen. Criticus van linkse partijen. Zeker, ja. Ja. Dat is één van onze opdrachten vanavond, kritisch zijn op links. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Voordat we schieten in de reflex dat we de stemmer op de PVV wegzetten als een islamofoob en een racist. En misschien zelfs wel een fascist, wat op dit moment dreigt te gaan gebeuren. En dat lijkt me ongelooflijk onvruchtbaar. Maar daar gaan we het waarschijnlijk over hebben. Ja, en dat begint dat verhaal bij dit boek. Het boek wat je schreef in aanloop naar en in reactie op de Provinciale Statenverkiezingen, de opkomst van de BBB. Ja. Waarom was het voor jou zo belangrijk om van dat tijdperk een autopsie te maken? Nou ja, kijk, het tijdperk waar de ondertitel van spreekt is eigenlijk het tijdperk Rutte. Dat is 13 jaar, dat begint in 2010 met een kabinet dat aantreedt met een bezuinigingsopdracht. Dat is allemaal in de context van de eurocrisis. En in die periode, dan hebben we het over Rutte 1, Rutte 2. We hebben daartussen nog de Kunduz-coalitie gehad. Rutte 3 wordt er tegen een bedrag van pakweg 60 miljard euro wordt er omgebogen. Dat is een van die klote termen die ze in Den Haag altijd gebruiken. Die aanduiden, zogenaamd technocratisch, dat we de armen in Nederland eens lekker gaan naaien. Want dat is wat er gebeurd is. En hoe wordt ombuigen dan gebruikt? Ombuigen is gewoon bezuinigen. Dat betekent dat je meer mag gaan betalen voor publieke dienstverlening. Dat de publieke dienstverlening slechter wordt. Dat de toegangsdrempel tot die publieke dienstverlening, dat die hoger worden. En je mag meer gaan betalen in de vorm van lastenverzwaringen. Ongeveer 2/3 tot 3/4 was bezuinigen. 1/3 tot 1/4 was lastenverzwaringen. Denk aan verhogingen van de BTW, ook op eerste levensbehoeften, van 6 naar 9, van 19 naar 21. Met een fantastische handtekening eronder van Dijsselbloem en natuurlijk de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Kamer, Diederik Samsom. Dank u, Partij van de Arbeid. In het boek schets ik ook het tijdperk wat daar weer aan vooraf ging. En dat is ook iets wat u eigenlijk op uw netvlies moet hebben. Nederland had aan het einde van de jaren 70 een percentage van publieke bestedingen. Dus bestedingen die via publieke dienstverlening, uitkeringen en de hele rimram uitgedrukt werd als percentage van het bruto binnenlands product. Wat ongeveer dezelfde hoogte had als die perfecte verzorgingsstaat, in ieder geval in ons beeld, die we in het noorden van Europa vinden, namelijk Zweden. En als je dan fast forward naar het einde van de paarse jaren, dan hebben we het over het begin van de 21ste eeuw, gaat, dan zie je dat die publieke bestedingen als percentage van het bruto binnenlands product gezakt is naar Brits niveau. En dan hebben we het over het Engeland van na Thatcher. Nou, dit heeft uiteindelijk geleid tot die verslechtering van de publieke dienstverlening, waar heel veel Nederlandse burgers, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, dus kwetsbare Nederlandse burgers, heel erg veel last van hebben. Ja. En in eerste instantie werd dat als het ware overschaduwd met een klassiek neoliberaal trickle-down narratief. De economische groei ontstaat aan de bovenkant van de samenleving, want we leven per slot van rekening niet meer in een industriële economie, maar in een kenniseconomie. Het zijn de kenniswerkers in de grote steden, allemaal academisch geschoold, die zorgen voor economische groei. En dat moeten we vooral de ruimte geven, want uiteindelijk zal dat neerdruppelen op de mensen die met de handen werken op allerlei plekken in diezelfde samenleving. Ja, en welk beeld gaat daarachter schuil ook? Een samenleving die eigenlijk gesegregeerd is langs opleidingslijnen. Ja. En dat geldt voor Nederland natuurlijk eigenlijk in hele belangrijke mate. We hebben mensen die theoretisch... Het een wordt belangrijker gemaakt dan het ander. Ja. Dat parallel, om even naar de boeren te gaan. Dat is een ingewikkelde. Oké. En dat heeft veel te maken met en dat is een andere deel van het verhaallijn in het boek. Mm-hmm. De enorme schaalvergroting en de industrialisatie van het agrarisch bedrijf
in Nederland. Ik ben een beetje een hobby-historicus als het gaat om de Tweede Wereldoorlog. Ja, die hongerwinter heeft 30.000 doden op zijn geweten gehad. En dat heeft een enorm litteken achtergelaten als het gaat om het landbouwbeleid in Nederland. Nou, na 1945, Sikko Mansholt van Sociaal-Democratische Huizen, tellig van een grote graanboer in het noorden van Groningen, opgeleid als landbouwingenieur aan de Universiteit Wageningen. Mm-hmm. Die krijgt 13 jaar de leiding over het Nederlandse ministerie van Landbouw. En die heeft... En dan begint het nooit meer honger. Ja, voedselveiligheid boven alles. Voedselzekerheid boven alles. Dus een overcorrectie op de geschiedenis. Ja, en je krijgt daarmee dus een enorme productiviteitsstijging. Maar ook ja, de grote eerste stappen richting landbouwrationalisatie. We noemen het ruilverkaveling. Het zijn onteigeningsprogramma's geweest van kleine keuterboeren die dat moesten afstaan aan grote kapitaalkrachtige boeren die daar enorme boerderijen mee hebben kunnen weten te realiseren, die vervolgens de grondstoffen hebben aangeleverd voor de agro-food industries. Ja. Want ook daar schaalvergrotingsprocessen. En dat is eigenlijk wat we overal hebben gezien. Of het nou gaat om automobielen, elektrische scheerapparaten, televisies, laptops, smartphones. What have you? Vijf bedrijven domineren die markten. Unilever, Nestlé, Kraft Heinz en nog zo wat. Ja. En de boeren die in Nederland geresteerd zijn, die hebben inderdaad een enorme rationalisatieproces meegemaakt. Maar die zitten ook in een enorme klem. De banken aan de ene kant die hun die leningen verstrekt hebben. 35% balans Rabobank. Landbouwleningen, grootste percentage van alle banken in West-Europa. Ja. En natuurlijk de afnemers, dat is de voedselindustrie en de grondstoffenhandelaren. En daar gaan de winsten heen. Maar die grote boeren, ja, die hebben natuurlijk ook hun rol te spelen in dat agro-industrieel complex. Dat is heel oud in Nederland, dat dateert dus van 1945. Dat brengt toch vrij forse ecologische schade met zich mee. Ja. Dat weten we eigenlijk al heel erg lang. RIVM 1988, zorgen van morgen, stikstof, ammoniak, nitraat. Vooral in de gebieden waar de enorme concentraties aan productiedieren te vinden zijn. Ook bij mij in de buurt, Food Valley. Hoge veedichtheid. Ede tot Barneveld. En dat leidt tot alle ruimtelijke milieu-uitdagingen die we maar al te goed heel lang kennen. En op de een of andere manier is beleid op dat dossier nooit tot stand gekomen. En dat heeft veel te maken met een uiterst effectieve lobby. Eerst via het CDA. Op allerlei manieren, en dat schets ik voor een deel in mijn boek. Ja. En bij het toch afkalven van de politieke steun voor het CDA hebben een slim reclamebureau, Remarkable, heeft bedacht dat ze het trucje wat de Partij voor de Dieren gedaan heeft namens een aantal dierenrechten NGO's, dat ze dat vrij zouden kunnen imiteren. Hebben BBB opgericht. En het is, laten we wel wezen, en daar moet je uiteindelijk ongelooflijk veel respect voor hebben, dat is een krankzinnig succes geweest. Want als je nu kijkt naar wat er sinds COVID gebeurd is in Nederland, de onvrede die terecht is en die onder een grote groep burgers zich bevindt, en dat is die oude neoliberalisering, en dat is het austeritybeleid onder drie kabinetten Rutte. Die onvrede die is gekanaliseerd via het narratief eerst van BBB. En dat is eigenlijk gewoon bescherming van het Nederlandse agro-industrieel complex. Dat zichzelf beschermt. En ze hebben, potdomme, laten we wel wezen, ze hebben in de Eerste Kamer, het eindstation van het wetgevingstraject in Nederland, hebben ze cruciale veto-posities weten op te bouwen in al die provincies. Een prestatie van belang, zeg je. Ja, en het is een double whammy. Want in de Tweede Kamer heeft de PVV, en het is nu gemobiliseerd via migratie en vooral islamitische vluchtelingen, die hebben die arena weten te veroveren. En dat is natuurlijk. En dat betekent, heel even, voor de toekomst. We weten niet wat eruit gaat komen. Ja. Maar het betekent dat het groene beleid in Nederland, dat ligt de komende tijd op zijn gat. Ja. Ga daar maar vanuit. Groene technologie is fantastisch, weet u dat? Warmtepompen, zonnepanelen, elektrische auto's. Daar ben ik wat minder van overtuigd. Maar zonnepanelen en warmtepompen en isolatie is fantastisch. Het betekent namelijk dat je minder energie kwijt bent om jezelf te verwarmen, je huis te verwarmen, je water te verwarmen, te koken. En minder energie betekent dat je gewoon lagere kosten hebt. Dat is prachtig. Wat hebben we in Nederland gedaan? We hebben het allemaal gezet achter subsidieregelingen
die van jou vereisen als burger... dat je dat eerst voorfinanciert. Je krijgt het achteraf via de Belastingdienst... krijg je het weer voor een deel terug. Weet u hoeveel... wat het percentage is van de Nederlandse huishoudens... die over voldoende spaargeld beschikken om dat allemaal voor te financieren. Dat is pakweg een kwart tot een derde. En waar denkt u dat die zich bevinden? Die bevinden zich vooral in de hoogste inkomensklasse. En dat is sowieso natuurlijk heel erg wrang... want we menen dat we een progressief belastingstelsel hebben. Dat we met John Rawls... alles is goed zolang het maar meer ten goede komt van de minst bedeelden... zei John Rawls in zijn theorie van rechtvaardigheid. We doen in Nederland exact het tegenovergestelde. Het komt terecht bij de rijksten. En dat werd natuurlijk extreem wrang. Ja. Extreem wrang. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, sancties, gasleveranties staakten... en de energieprijzen door het plafond gingen. Want toen hadden de rijken geen centje pijn. En er waren allerlei Kamerleden van GroenLinks op Twitter... die oh zo trots waren op de warmtepomp die ze hadden. Terwijl op dat moment de gasprijzen recordhoogte bereikten. En wie hadden er wel last van? De mensen in de sociale huurwoningen zonder zonnepanelen, zonder warmtepompen. En, daar komt nog een datapunt bij... Nederland en Nederlandse sociale huurwoningen... zijn samen met die in het Verenigd Koninkrijk... de slechtst geïsoleerde van de hele Europese continent... en die eilandengroep erbij. En die culturele, ook dit is materieel, maar die culturele dimensie is... de neerbuigendheid waarmee de linkse progressieve groene elite... kijkt naar armere burgers in Nederland, in de regio's... die niet naar hun werk kunnen omdat het OV is uitgekleed... en dus hun derde of vierde hans dieselauto te moeten neerbuigendheid eens. Die neerbuigendheid, waar zit het dat in? Mensen worden met een geheven vingertje aangesproken... op hun niet-groene levensstijl, zonder... enige rekenschap te geven van de materiële condities... waaronder die mensen zich bevinden... die hen gewoon stomweg niet in staat stelt... om die groene levensstijl erop na te houden. En vervolgens zich ook nog een keer niet bewust zijn... van de eigen geprivilegeerde positie. Nou, vind je, dit is wat de Engelsen noemen adding insult to injury. He, je hebt ze al materieel gekrenkt... waardoor hun levenskansen minder groot zijn... dan mensen met een theoretische opleiding. En echt hoor, de levensverwachting voor mensen met een praktische opleiding... om in gezondheid oud te worden... zijn 15 tot 20 jaar korter dan mensen met een theoretische opleiding. Laat dat tot je doordringen. Ja. De hoeveelheid stress, obesitas... allemaal van dat soort kwalen die te maken hebben met je leefomgeving... omstandigheden, die zijn vele malen slechter voor mensen aan de onderkant van de Nederlandse samenleving dan mensen aan de bovenkant van de Nederlandse samenleving. Ja. Gaaf land. Gaaf land. We gaan zo meteen doorpraten met nog twee andere gasten. Maar ik ga eerst iets anders doen. En dat is in gesprek met Koos van der Laan. Koos heeft een... ik zal even wat over je boerderij vertellen. Mooie plek in het Groene Hart, dus bij Woerden en Utrecht. En er komen ook geregeld stedelingen over het erf, ecologen, consumenten. En nou, er gingen na de verkiezingen appjes over en weer. En nou, ik had met jou contact en jij zei... bij boeren leeft echt wel even een andere reactie, Kees. Ik lees even het appje voor en daarna praten we erover. Allemaal bedankt en van harte gefeliciteerd. Samen stonden we sterk en hebben we Nederland gered. En dat was op dezelfde dag dat hier op de Dam geprotesteerd werd... dat er mensen droevig waren, dat er mensen in Amsterdam... sommige mensen... wat mij betreft ook terecht angstig zijn. Waarom was het voor boeren zo nodig om zo'n tegenstem te geven... En blij te zijn met het feit dat de PVV de grootste partij is? Waarom zagen ze dat niet in links bijvoorbeeld? Waarom zagen ze dat bijvoorbeeld niet in de SP? Of in Partij voor de Dieren? Of in het linkse blok? Nou ja, volgens mij is heel veehoudend Nederland... die was wel blij dat de Partij voor Dieren gehalveerd werd. Dus... ja, daar geloof ik niet dat zij daar een heil in zien. Maar ik denk dat de meeste boeren helemaal niet blij zijn... dat de PVV de grootste is geworden. Die hadden veel liever gezien dat Omzicht en BBB... bij wijze van spreken, of samen, dat die de grootste waren geworden. Omdat die nu eenmaal het dichtst toch bij de landbouw en bij de boeren staan nog. Ja, en je vertelde vandaag ook aan de telefoon iets waar Ewald ook op... duiden dat het badinerende toontje van mensen die
hoog opgeleid zijn of theoretisch opgeleid zijn, praktisch opgeleiden, dat in jouw indruk ook de boerenstem heel vaak een stem daartegen is. Van luister nou eens naar ons. Ja, dat klopt zeker. Want als ik kijk, ook nou ja, kom je bijvoorbeeld weer terug bij natuurplannen die er zijn of andere plannen vanuit de provincie. Het wordt gewoon allemaal er doorheen gedrukt. En boeren, die worden dan gezegd van ja, je mag meepraten, maar ja, ze horen je aan, maar ze doen er niks mee. Dus de stem van de praktijk, zeg maar, waar heel veel praktijkkennis zit, juist ook op het gebied van, nou, als je het over natuur hebt, het zijn niet alleen maar zeg maar boeren die alleen maar intensief willen. En er is ook nog heel veel kennis over gewoon de landbouw in combinatie met de natuur. Ja. Dat is iets wat jij heel erg doet, dus natuurbeheren op. En dat doe je extensief en je hebt allemaal natuur op je erf. Iets wat bijvoorbeeld Frans Timmermans van harte aan wil moedigen. Maar daar ging jouw stem niet heen. Waarom? Nou ja, ik zou niet weten wat hij ons te bieden heeft. Want het is volgens mij alleen maar belastingenverhogingen. En voor de rest, kijk, als het dan om... Wel een Green Deal en plannen voor extensieve landbouw. Jawel, maar kijk, dat is allemaal heel mooi. Maar kijk, ik heb toen ook gezegd, toen met die acties van, nou, ik ondersteun ze van harte. Omdat gewoon het beleid wat uit Den Haag klopt gewoon niet klopt, zeg maar. Je kan niet, zeg maar, een bevolkingsgroep, zeg maar, de schuld geven van stikstof of iets. Terwijl iedereen maar lekker doorvliegt en rijdt en noem maar op. Dus ik vind, die Timmermans is met mij nou ja, GroenLinks. En dat is gewoon hartstikke hypocriet, vind ik. Want het zegt wel van, ja, we zijn voor het klimaat en we zijn dit en we zijn dat. En ja, ze vliegen de hele wereld rond. En als ik kijk, kom ik weer bij de natuur die ze bij ons aanleggen in Veengrond. De grootste ramp voor de natuur is afgraven van grond en vernattingen. Ja. En wie staan daar het hardst om te schreeuwen? GroenLinks, D66, Partij voor Dieren, PvdA, noem ze maar op. Oké. Okay. Dus ik ben er eigenlijk helemaal een beetje klaar mee met... Je bent er een beetje klaar mee? Nou ja, met dat hypocriete gesodemieter. Nou, een beetje klaar met dat hypocriete gesodemieter. Dankjewel, Koos. Ewald, korte reactie? Ja, korte reactie. Koos, ik ben het eigenlijk op heel veel van je punten hartstikke met je eens. Als je, wat ik probeer te doen in het boek, kijkt naar hoe er met boeren omgegaan is over de laatste 50 jaar, dan is dat inderdaad gewoon gezol geweest. En daar heb je als boer/ondernemer gewoon ongelooflijk veel last van. Dus dat is één. Het tweede, waar ik het ook heel erg mee eens ben, is dat dat hele stikstofbeleid, dat is ongelooflijk technocratisch. Dat is van bovenaf, dat is hiërarchisch. En dat had, en dat probeer ik ook te suggereren aan het einde van mijn boek, dat moet in overleg met alle betrokkenen. En dat zijn natuurlijk niet alleen de boeren. Dat zijn ook de lokale bewoners van de dorpen en de steden in de buurten van de grote boerderijen met megastallen, waar een heel groot deel van dat stikstofprobleem vandaan komt. En het derde, en dat is misschien wel het meest chockerende, ik ben, net als jij, eigenlijk, durf ik het te zeggen, heel erg blij dat het de PVV geworden is en niet de VVD. En dat heeft heel erg te maken met dat de winst van de PVV een uitdrukking is dat de burgers die de afgelopen 13 jaar last hebben gehad van het neoliberale afbraakbeleid van Rutte, dat die snappen waar het vandaan komt en dat die... Het kabinet had 78 zetels, daar zijn ze er 34 van kwijtgeraakt. Dat is toch een brevet van onvermogen. En tegelijkertijd is het een indicatie dat de burger niet dom is. Dat hij wel degelijk in de smiezen heeft wie verantwoordelijk zijn voor de puinhopen waarmee zij geconfronteerd worden. En ik had het heel erg veel naarder gevonden als de VVD weer opnieuw de grootste zou zijn geworden. Want dan zouden we gewoon blind doorgerold zijn in ditzelfde klote beleid wat we 13 jaar meegemaakt hebben. Dan zou je dus zeggen, dan is er in ieder geval niet de conclusie. It's a wake-up call. En de wake-up call is dat we het anders moeten gaan doen. Of Wilders ook inderdaad in staat is om het anders te gaan doen. Dat gaan we zo meteen ongetwijfeld bespreken. Mm-hmm. Maar allerlei andere partijen zouden dit natuurlijk gewoon toch als een open uitnodiging moeten zien om nu eindelijk een keer wel aan soul-searching te gaan doen. Ik bedoel, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Verenigd Links, en ze willen breken met het neoliberale verleden. Wat doen ze? Dan komen ze met Timmermans uit Brussel, die mede verantwoordelijk is geweest voor Rutte 2.
waar burgers zo ongelooflijk veel last van gehad hebben. Dan ben je toch meteen al die geloofwaardigheid kwijt. En daar gaan we dus inderdaad over doorpraten. Er is dus in ieder geval iets wonderlijks gebeurd, namelijk dat de boze burger en de boze boer van vanavond het al met elkaar eens zijn over een paar punten. Cheers. Het is aan mij groot genoeg om de volgende spreker aan te kondigen. Van 2006 tot en met 2023, dat is 17 jaar lang, beste mensen, Kamerlid voor SP. Na afscheid in de Kamer minutenlange staande ovatie, dat had natuurlijk te maken met het jarenlang verdedigen van het parlement zelf, voor het belang van controle en macht en voor het opkomen van mensen die niet gezien of gehoord worden en het blootleggen van het schadelijke en inherent discriminatoire toeslagenschandaal. En ze spreekt ons vanavond toe. Ze stoft eigenlijk een eerdere lezing af over de onbetrouwbare overheid die ik haar gevraagd heb om te herhalen, maar dan in het licht van de huidige verkiezingsuitslag. We praten daarna door over de boeren, maar ook over verder de uitslag. Dat gaan we in een breed panel doen, maar eerst een applaus voor Renske Leijten. Ja, dames en heren, op 26 april 2021 was het omgekeerd. Toen was het hier helaas wel leeg, want toen hadden we corona. Maar toen mocht Ewald naar mij luisteren en daarna op mij reageren. Nu mag ik naar jou luisteren en ik ook een beetje reageren. Maar het was een lezing en er was mij toen gevraagd om te duiden van waar komt nou dat toeslagenschandaal precies vandaan? Wat ligt daar nou precies onder? Wat is dat nou een incident? Of is dat nou iets wat opnieuw kan gebeuren omdat de overheid zo is ingericht? En toen heb ik uitgelegd dat ik de dehumanisering van de mens die de overheid nodig heeft, al heel lang zie. Ik heb daar verteld over de indicatiegekte in de zorg. Dat je moet aantonen dat je zorg nodig hebt, alsof iemand graag zorg zou willen krijgen. Ik bedoel, je raakt je zelfstandigheid kwijt. Dat je met wantrouwen wordt bejegend op het moment dat je kind iets nodig hebt. Ik heb het daar ook gehad over het neoliberale mensbeeld. Want het ging net over het neoliberale beeld, dus het ging over de economie of over de rol van de overheid. Democratie eigenlijk. Maar het mensbeeld van dat neoliberalisme, van succes is een keuze. Dus als je niet succesvol bent, dan is het je eigen schuld, dan ben je te wantrouwen. Dat zit heel diep in onze overheid. En ik heb het daar gehad over de onbetrouwbare overheid en ook hoe we die zouden kunnen oplossen. Namelijk door het geven van radicaal vertrouwen. Niet alleen van die burger die aan een loket komt, die moet je gewoon vertrouwen. Dan moet je niet meteen allemaal achter procedures en processen en juridische deuren wegduwen. Maar ook diegene die aan dat loket zit en die zegt, ik los uw probleem graag samen met u op. Want ook daar is geen vertrouwen meer. In de zorg, in het onderwijs, overal moeten de mensen, de onmisbare, de gewone hardwerkende Nederlander, die in het algemeen belang werkt, niet voor zichzelf, niet om schathemeltje rijk te worden of om die gezijde zakken te vullen, die wordt geconfronteerd met een bureaucratie waarvan je echt stijl achterover slaat. Die niet nodig is voor dat wat zij toevoegen aan onze samenleving. Die alleen maar komt vanuit de gedachte dat je wel gecontroleerd moet worden. Want ja, het zal toch maar zo zijn dat iemand een keer iets te veel doet bij oma of opa thuis. Dat het wegbezuinigen van even kijken in de koelkast of als het nog wel goed was, of het even koffie met elkaar kunnen drinken bij iemand die niemand ziet de hele week, de huishoudelijke verzorging heette dat, dat werd schoonmaak. En dat helemaal tot op de minuut ingekaderd is. Nou, daar had ik het toen over. Maar ook dat je dat dus radicaal kan gaan vertrouwen, dat het eigenlijk niet zo'n gek idee is. Dat dat eigenlijk wel kan. Dat we er allemaal naar snakken. En dat heeft ook te maken met die boze burger. En ik zit de hele tijd al naar die foto te kijken. En toen, ik heb dit natuurlijk allemaal zien langstrekken. Want ja, god, ik zat daar ook in die Haagse bubbel. En ik weet ook nog dat toen ik in september 2019 was het, met de toeslagenouders. Wij wisten toen nog helemaal niet wat ons te wachten stond met wat er allemaal nog ging komen. We wisten wel dat er heel veel mensen waren die niet wisten waarom ze zo waren aangepakt. Die wilden actie voeren. En die acties van die boeren waren bezig. Ze hadden er een pui uitgereden bij het stadhuis in Groningen, of de deur. Maar ze lieten van zich horen en ze werden gehoord. Hè? Ik bedoel, ze hebben heel veel invloed gehad. Tot aan de verkiezingen, vorige bij de Provinciale Staten en deze en toe.
En toen zei ze, nou, ja, dan gaan we naar de Belastingdienst en dan gaan we vragen waarom we fraudeur zijn. Nou ja, nou kunnen we niet gewoon een paar trekkers huren? Dan rijden we gewoon de pui eruit. En toen heb ik gezegd, van, nou, volgens mij kan je ook op een andere manier gehoord worden, maar laten we in ieder geval die actie voeren. En dat was op 11 november 2019. Maar het haalde niet de voorpagina's van de NOS. Het haalde niet de voorpagina's van de grote media. Bang waren ze wel. Wij werden geweigerd om binnen te komen bij het Belastingkantoor, Rotterdam-Zuid. Hallo, wij zijn gewone burgers, dan mochten we toch naar binnen. Ze wilden natuurlijk niet geholpen worden, want we waren aan de verkeerde balie. Hè? Want ja, iets oplossen, mensen te woord staan, is heel erg ingewikkeld. Juist ook bij de Belastingdienst. Terwijl ze best wel willen, de mensen die daar werken, maar niet mogen. En we hadden, om de hoek hadden we al een bus geparkeerd. Omdat we zeiden, als we nou daar geen antwoord krijgen, stappen we gewoon in de bus en dan rijden we naar het ministerie van Financiën. Gaan we daar zitten en we gaan niet weg totdat we een toezegging hebben dat die mensen hun dossier gewoon zouden krijgen. Iedereen mag zijn dossier overal opvragen. Hè? Maar wat heeft de overheid over mij? Dat moet je in principe krijgen. Dus dat was het idee. Nou, die dossiers, die hebben we gezien, die waren zwart gelakt. Heel veel mensen die later in de compensatiegekte terecht zijn gekomen, hebben nog steeds geen dossiers. Worden nog steeds, is het ontzettend ingewikkeld om binnen de Belastingdienst van alles te vinden. Als ik vanavond een biertje op het station afreken, dan weet de Belastingdienst het. Maar stukken vinden, dat kunnen ze niet. Maar het laat ook zien, dat het toeslagenschandaal kan je op heel veel manieren uitleggen en duiden. Maar het was niet een incident. Het is een teken van onze overheid hoe die omgaat met mensen. En het is ook een teken dat we daar zo weinig oog nog voor hebben. En we hebben ook, want als het hier gaat over de boerenopstand, en dat ging natuurlijk echt over een existentiële bedreiging gewoon van je eigen bedrijf. Er is zoveel al bedreigd en weg. Als er geprotesteerd wordt om een ziekenhuis te behouden. Ja, toen het Slotervaart was, toen stond het in de krant. Het was in Amsterdam. Maar hebben jullie gehoord over het ziekenhuis in Zutphen? Ze zijn het in Zoetermeer aan het ontmantelen. In Pekela of in Stadskanaal gaat het weg. Heerlen hebben we wat over gehoord. Dat kwam ook omdat Timmermans daar naartoe is gegaan. En Rolmeijer. En Rolmeijer, precies. Maar de verzorgingshuizen verdwenen. En er werd ons gezegd, ja, dat is beter. We willen langer thuis wonen. En nu? Wooncrisis, ja, komt onder andere omdat die oudjes zo lang thuis blijven wonen. Ja, dat was wel beleid, hè, beste mensen. Kijk, ik denk dat je een van de dingen die je ziet hier is die neoliberale politiek, waardoor we heel veel grip en zeggenschap over onze directe leefomgeving gewoon kwijt zijn. Als de buslijn verdwijnt, moet je tegenwoordig naar een Frans staatsbedrijf bellen, in plaats van dat je het gewoon kan regelen met je eigen provinciale buskantoor. Maar het heeft ook heel erg veel, niet alleen die grip, maar het heeft ook trots en waardigheid aangetast dat daar nooit naar is geluisterd. Dus dat als mensen keihard protesteren, echt eigenlijk te ver gaan met het is oorlog. Ik vind dat eigenlijk te ver gaan, maar het was voor hun oorlog. En ze wisten op een andere manier gaan er ook niet naar ons geluisterd worden. En dat geeft ons ook de opdracht om nu niet met deze verkiezingsuitslag te zeggen, hunnie, bennen allemaal racisten. Dat zou echt de slechtste reflex zijn. Moeten we ons zorgen maken? Zeker. Want onze democratie en onze zeggenschap speelt ons, is weg, maar het speelt ons ook uit elkaar. We worden verdeeld. We worden ingeschaald in generaties. Je ziet vaak dat de generatiestrijd in de politiek wordt gebruikt. Heb ik heel erg gezien bij langer door moeten werken. Dat is beter voor de jongeren. Nou, als jij jongere bent die gaat in de zorg werken of op een landbouwbedrijf of gewoon in de bouw, dan is het helemaal niet goed voor je dat die AOW-leeftijd stijgt. Weet je wel? Wie zegt dat nou over wie? Toen werden die generaties tegen elkaar uitgespeeld. Nu heb je natuurlijk de politiek van zij die hier komen worden uitgespeeld ten opzichte van onze belangen. Maar daaraan ten grondslag ligt dat wij met z'n allen niet staan voor onze belangen. Of staan voor de belangen van je buurman. Want morgen zijn het jouw belangen. En daar moeten we het gesprek over gaan voeren. En dan maakt het helemaal niet uit dat het gesprek soms schuurt. Maar je moet blijven luisteren. En niet zeggen, oh, je hebt een andere kleur, dus ik luister niet naar je. Oh, je hebt een ander geslacht, dus je bent te emotioneel. We moeten met elkaar staan voor belangen. En dan tot slot, want ik zie je kijken, Kees. En we moeten ook nog een ander gesprek voeren. Jullie moeten ook nog aan het woord. Afgelopen week zag ik weer het bericht, dat is dan een headlijntje, dat steeds minder kinderen kunnen zwemmen. Ik heb nog schoolzwemmen gehad. Mag ik hier de handen zien van de jonge mensen in de zaal die schoolzwemmen hebben gehad? Nog best wel veel. Kijk, kijk,
kijk, dat vind ik echt heel mooi. Mijn kinderen krijgen geen schoolzwemmen meer. Nee, maar mijn kinderen krijgen geen schoolzwemmen meer. De kinderen die nu opgroeien krijgen geen schoolzwemmen meer. Waarom gaan we niet gewoon morgen met elkaar zeggen... luister eens, die staat, dat zijn wij. Die samenleving, dat zijn wij. Die kinderen zijn de toekomst en nu iedereen schoolzwemmen. Ik weet zeker dat als we daarvoor gaan staan... en dan staan we met een gemeenschappelijk gedeeld belang... het lijkt klein, hè? Maar het is kunnen zwemmen. Het is zelfstandig kunnen zijn. Het is jezelf kunnen redden. Hoe vaak wordt er niet gezegd... ja, we willen mensen niet leren een hengel geven om te vissen... of ze leren vissen als het over ontwikkeling is. Ik denk altijd, ja, je moet mensen leren zelfstandig te zijn. Daar hoort zwemmen bij. Laten we met elkaar proberen iets te ontwikkelen... waarbij we weg met die onbetrouwbare overheid. Dat is een groot probleem en daar moeten politici slim over nadenken hoe ze dat oplossen. Maar wij kunnen ervoor kiezen om iets te zoeken wat ons verbindt, wat in het algemeen belang is en wat de strijd is om morgen te winnen. En dan zou ik zeggen, we gaan vanavond een comité oprichten voor schoolzwemmen voor alle kinderen. Alle kinderen! Yeah.